Beste kijkers van de nieuwe wereld, voordat jullie dit gesprek induiken, wil ik jullie graag wijzen op onze decemberactie. Wij kunnen onze programma's alleen maken dankzij kijkers zoals jullie. Vorig jaar hadden we bijna 5000 donateurs en daar willen we dit jaar natuurlijk graag overheen. Help ons dus en steun ons door te klikken op de link rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder. Ik dank jullie bij voorbaat van harte. Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gast vandaag is Ab Flipsen. Ab, welkom. Dankjewel, Marlies. Lang op je gewacht. Ja, ik weet het. Sorry, excuus. <laughs> nou, voor degenen die jou niet kennen: uh, financieel en claim-expert, voorzitter van Boekenpolis en Achtco Claim, uh, vaste gast bij Omroep Flevoland, en uh, 30 jaar bij de. 13 jaar bij Defensie gewerkt. Dat is heel lang geleden. Maar, het ja. is heel lang. maar toch, ik maar vind toch. die combinatie uiterst okay. spannend. Oké. Okay. <laughs> um, uh, nou ja, jij bent uh, bij Omroep Flevoland en mm -hmm. daar zeg, vertel je al langer mm. het verhaal over Pas op. Ja. Waarop uh, je op moet passen gaan we heel deze mm -hmm. uitzending bespreken. Mm -hmm. Maar de laatste half jaar is er in één keer resoneert jouw verhaal uh, ja. meer dan ooit. Hè? Ja, ja. Misschien kan je daar iets over vertellen. Ja, Dat is mede een aanleiding van een uitzending van 21 juli uh, bij Ongo Flevoland. Waar ik uh, iedere twee weken een, on een onderwerp bespreek over geldzaken. Ooit elf jaar lang hebben we dat gedaan, iedere week. Maar dat is de laatste vier jaar uh, omgezet naar iedere twee weken. En, die, en dat ging feitelijk over de recessie, die, uh, die aanstaande, aanstaande was. Uh, en, en dat heb ik gecombineerd met de noodwet Financieel Verkeer uit 1978, geloof ik. Ja, en dat is op een of andere manier is dat gaan resoneren. Dat is ingeslagen als een bom, om mijn defensiecreet maar even ja. te gebruiken. Dat is ingeslagen een bom. Ja, en dat heeft, uh, dat heeft geresulteerd in, in oneindige hoeveelheid telefoontjes en mailtjes uh, van ondernemers en particulieren die in paniek raken of in paniek zijn. Um, maar ook allerlei mediabedrijven die natuurlijk zeggen van kan je niet een verhaal komen houden, lezingen geven, iemand die schrijft, ga een boek schrijven, daar ben je helemaal gek. En ik had al een erg volle agenda, dus dat kon gewoon niet. Dus we hebben daar maar een soort modus voor gevonden, waarin ik een aantal dagen in de week nu een aantal, met name ook ondernemers ontvang, die dus echt advies willen. Ja, en ik probeer het wat te combineren met wat mediamomenten. Ja, dat doseer ik maar, anders ook helemaal dol. Dus, uh, maar dan toch maar even. Hè, die, 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 die noodwet van 1978, die bestaat ja. dus al lang. Ja, die bestaat ook heel lang. E, ja. Maar ik denk toch, door wat er gebeurd is door coronatijd, dat we in één keer denken: woe, dus vertel even, wat is die noodwet uit 1978? Nou, ja, kort samengevat: uh, is die is die die trouwens niet... op te zoeken bij de Rijksoverheid. Ja, de die, de die is keurig op te zoeken, maar wat je niet leest, dat is jammer: die noodwet is natuurlijk helemaal geüpdate. In de week van 21 november is fijn die noodwet, met name de noodscenario's die de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën hebben klaargemaakt voor hè, als de euro valt of een ander, er ontstaat een andere calamiteit. Is die noodwet natuurlijk feitelijk nu geüpdate. Alleen niemand weet in dit land wat nu precies die vernieuwde noodwet inhoudt. Je kan er wel wat dingen bij verzinnen. Uh, ik geloof dat iets van twintig Kamerleden hebben die noodwet mogen inzien. Dat ja, is staatsgeheim. Ze moesten een telefoon inleveren, een apart kamertje. Op, Dan op ze verzoek van Pieter te omzicht toch? Ja, klopt precies. Maar goed, er zijn een aantal Kamerleden hebben die noodwet ingezien. En het gekke in dit land lekt altijd alles. Behalve nu wat het kabinet klaar heeft voor, uh, voor noodscenario's. Dat vind ik op zich wel heel vreemd. Maar goed, het is wel zo. Dat die nood wil zeggen dat de overheid feitelijk de ruimte krijgt om financieel in te grijpen. Stel nu even een heel simpel voorbeeld. We weten dat er vrij veel contant geld wordt opgenomen. En stel dat de overheid nu van de banken de signaal krijgt: het gaat te hard. Het nemen te veel mensen contant geld op, via geldmaatje. In een tekorte tijd. Nou, dan loop je klem in het systeem, want dat geld is er feitelijk niet. Maar liquiditeit tekort. Liquiditeit tekort. We hebben ooit meegemaakt met DSB. In 48 uur tijd was DSB failliet. Dus stel nu dat de overheid dit ziet. Op signalen van de, van de commerciële banken, dan zou, de, dan zou het kabinet kunnen ingrijpen. Zeg, luister eens, we beperken de opname tot 100 euro in de week. En dat is feitelijk ook gebeurd in de periode rond de Cyprus-crisis en de, 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 de Griekenland-crisis. Is dat ook, ook beperkt? Zo zou een noodwet dus kunnen ingrijpen. Nou ja, en die gaat natuurlijk veel verder. Het kan zelfs zo zijn dat het kabinet namelijk besluit om beslag te leggen op jouw eigen huis. Of beslag op je pensioen, of dat men zegt van ja, die pensioenpot is erg vol, maar wij komen gigantisch veel geld tekort, dus dan gaat het een stuk afgeroomd worden. Je kan er alles bij verzinnen, maar die noodwet geeft maximale ruimte aan dit kabinet om te doen en te laten met jouw vermogen wat ze willen. En niemand in dit land weet, Nederland, het anders zeggen, iedereen in dit land weet inmiddels wat een vorm van noodwet betekent. Dat hebben we rond corona gezien. He, nou, de... Ik denk dat die daarom ook zo aankomt. Want Absoluut. die wet bestaat al zo lang en wij, wij gewoon lekker doorleven. Maar Zullen... nu we zelfs avondklokken en zo hebben gehad... Mondkrapjes, uh, niet mondklak... in een restaurant binnen mogen, ja. de grens niet over. Nou, dus dat... Niet verplicht vaccineren, maar toch wel heel dwingend. Klopt, precies. Dus nou ja, dat, dat dat we Dat, dat toch zie... een kritiek ja, die noodwet... Ho. Het is dus heel serieus. We hebben dus aan de lijf ondervonden wat een noodwet of vormen van noodwetten kunnen betekenen. En dat zie ik ook wel in de gesprekken die we met name bij ons op kantoor nu voeren. Ja, daar is. Ik denk dat 80% van de mensen die nu bij ons op kantoor komt, is wakker geworden in de coronaperiode. Die hebben zich ingevreed in het dossier. Ja, en dan komt dit bovenop. Dus voor die mensen is 1 plus 1 is 2. Dus die denken, ja, luister, eens, dit kabinet kan dus alles. Dus wat moet ik doen met mijn vermogen? Dat is feitelijk het verhaal. Ja, jij zegt ook uit Nederland is de proeftuin. Tuin van de agenda 2030. Ja, dat, 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 dat zie ik zo. Dat ervaar ik ook zo. Rutte loopt voorop. Ik denk dat Rutte zelfs nog harder loopt dan Macron. Ja, maar op zich, als je die... Ik heb hem dus bekeken, die, 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 die doelen... Zijn uh, ja, fantastisch doet Ja, precies. Geweldig. Ik bedoel, nee, dat geweldig. is alleen maar uitbannen van alle vormen van extreme armoede. Einde van honger, zorg voor voedselzekerheid, duurzame Absoluut. landbouw. Gezondheidszorg voor iedereen. Inclusief gelijkwaardig kwalitatief onderwijs voor iedereen. Nou, enzovoort. Het is één feest. Fantastisch. Utopie. Van, van, ja. Geweldig. Dus, dus, ik zou waar moet ik daar ongerust over zijn? Is nee, je moet op, niet ongerust over zijn. Als ze, als zijn ze, ze dit kunnen bezig. realiseren en ze kunnen. zetten er een handtekening over, een garantie, dan doe ik gelijk mee. Dan ben ik een groot voorstander. Maar We, het, is, het, is, het, is, het is natuurlijk bizar. Dat wij als mens denken, als mensheid denken, dat we dit kunnen realiseren. Op deze manier. Dit kan je niet realiseren. Een mens is een autonoom mens, een zelfstandig denker. Dan moeten de zaken anders. Dat is helder. Zaken gaan niet goed, dat is ook helder. Maar op het moment dat je als mens een soort, ja, ik noem het een soort hoogheidswaanzin. Of hoogmoed eigenlijk. Een land kan besturen en een volk kan sturen op deze manier. Dat kan alleen maar op basis van een soort full control systeem. Social credit systeem. Anders lukt dat gewoon niet. Dus ik geloof absoluut niet in die agenda. Ik geloof ook niet in het feit dat de mens boven, boven een religie of boven een god staat. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Dus er moet iets gebeuren, dat is helder. Maar de agenda 2030 die ze hier doorvoeren... Ja, dat is gewoon een bizarre manier van... Ja, ik noem het een moderne manier van slavernij die we tegemoet gaan. En, en het is wel een hele hoepel om te nemen van... Hè, dus uh, wat ze hier zeggen... Uh, uitbannen van vormen van extreme armoede. En jij zegt, ja, dat is slavernij. Dus het is... En light dus, hoe moet ik dan die stappen zien? Nou, ik, ik, ik geloof niet in het feit dat je, uh, dat je op deze manier, zonder de bevolking mee te nemen in overleg, in samenspraak, dingen uitleggen, uh, dit kan realiseren. Dat is onmogelijk. Er wordt over onze hoofden iets beslist. En eigenlijk is die Agenda 2030 is al 100 jaar oud. Want dit is ergens in de jaren 2030 al bedacht. Alleen, ...toch wel de, de, de elite, zo noem ik het toch eventjes... De, ...de financiële en politieke elite... ...ziet nu dat dit uitgerold kan worden... ...op basis van, ik zou bijna zeggen... ...in de coronaperiode hebben we wereldwijd gezien wat men kan... ...en tweede, technologie heeft men mee... ...dus dit, zijn wel, dit is wel het moment om het te doen. Men vergeet alleen de bevolking mee te nemen en te informeren. En op het moment dat je de bevolking niet meeneemt... ...en niet informeert... ...en niet uitlegt waar je mee bezig bent... ...gaat het natuurlijk hartstikke fout. En als je dan ook nog, als je dan ook nog ziet dat politici... Uh, ...laat ik zeggen, overgestapt zijn van het verkondigen van halve waarheden naar hele leugens... ...gewoon recht, recht in de buis, kijken we met z'n allen... ...ja, dan is het vertrouwen gewoon weg. En heel, ding, heel simpel, mensen zijn hier helemaal niet meer bezig. Mensen zijn op dit moment aan het overleven. Ja, maar is het dat dat je bedoelt van ze, ze rollen een agenda 2030 uit... ...terwijl uh, bijna de helft van Nederland uh, komt net rond? Weet je, die, Absoluut. He, dus dat is, dat is de waarheid. De, de helft van Nederland komt net rond. Uh, en ondertussen wordt er een hele idealistische agenda uitgerold. Zo van wat heeft dat dan, welke kosten komen, worden er bij mij binnengeduwd als burger. Uh, om deze agenda te bewerkstelligen? Bedoel je het zo? Ja, die, die, die kosten zijn natuurlijk extreem. Ze zijn extreem. En uiteindelijk, kijk, ik ben natuurlijk ik ben, ik ben geen econoom, uh, helemaal niet. Ik word omschreven als financiële expert, ja, ik weet niet of ik dat ben. Maar ik ben wel altijd al die jaren, na mijn defensieperiode, ben ik bezig geweest met geldzaken. Ik zit altijd aan de kant van de ondernemer of de particulier, ja, met advies. Ik probeer altijd zaken uit te leggen. Ik zie de uitwassen van dit systeem, ben ik ben niet voor niks voorzitter van een Vereniging Boekenpolis, hè, waarin we toch zien dat een aantal miljoenen mensen getild zijn door, zijn door de verzekeraars. In België 800.000 spaarders hun geld kwijt zijn. Dus ik zit altijd aan de kant van, laten we zeggen, van... De consument, of de burger, zo je het wil noemen. Uh, ja, en wat je, wat, je, wat je daar ziet, is dat, dat dit systeem natuurlijk gewoon compleet ontspoord is. Dus ik begrijp best dat er iets moet gaan gebeuren. Uh, maar feitelijk, wat we natuurlijk hier natuurlijk zien, dat vind ik de grootste zorg. Ons geldstelsel is gewoon failliet. Klaar. En we, laten we daar eens met z'n allen naar kijken. En de, en de elite weet dat ons geldstelsel failliet is. En de burger betaalt maar en betaalt maar. Wordt word feitelijk leeggezoogd. Ik, ik vind dat meer dan zorgelijk. Ja, het is. Het is... Jij zegt het ook met een soort urgentie, vind ik. Hè? Mm -hmm, mm -hmm. Dat, dat het ook uh, naar nou, bijna shocktherapie, zoals jij het vind ik altijd vertelt. Ja, wordt wakker, dan gaat hier iets heel erg mis uh, uh, en je let niet op. Hè? Dus ik vind ook in, op jouw website staat ook survive our system. Hoe bescherm ik mijn geld? Dat klinkt heel alarmerend. Ja, het is niet enkel op het beschermen van het geld. Want het is wel grappig, de mensen die nou bij ons, bij ons de afspraak maken... komen met name binnen om zich zorgen te maken over hun vermogen. Hun spaargeld, hun beleggingen. De ja, maar is... dat, ik, ik vind dat heel sympathie. Dat kan ook 500 euro zijn, hè? Dus Absoluut. Een... Dus, er zijn de... mensen die hebben 40.000 euro... Is, ja, precies. hebben ze bij elkaar gespaard, hebben ja. ze niet nodig... hebben ze op hun rekening staan. Ja. Zij maken zich terecht zorgen om die 40.000 euro. Er zijn er ook bij die hebben 40 miljoen. Maar de zorg is gelijk, bij beide. Maar dan feitelijk... Op het moment dat je dan met die mensen eenmaal in gesprek bent, dan is dat hun zorg. Dat is de reden om ze binnenstappen. Maar direct, aansluitend en soms zelfs als eerste, zijn ze doosbank voor hun vrijheid. Want ze hebben gezien wat er is gebeurd de laatste jaren. En over hun veiligheid. Als we kijken naar de criminaliteit in dit land. Dus ze maken zich echt zorgen over heel veel zaken. die ze gewoon van dichtbij zien, of, of lezen of horen. Dus het is een veel breder gebeuren. Het vermogen is onderdeel daarvan, dat is logisch. Geld is, is een wezenlijk. ...onderdeel van, van, van je leven, om, om te overleven. Nou, daar maken ze zich met name zorgen om. En terecht. Dus ik denk dat, ja, ik noem het geen shocktherapie, het zijn gewoon de feiten. Ja, maar ik, 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 ik kan ook zeggen, we hebben ons een beetje in slaap laten zussen. Want met de negatieve rente op je spaargeld, dat lieten we ook maar over ons heen komen. Ja, maar we zijn al in slaap gesust. Als we even binnen de eurozone blijven, we zijn al in slaap gesust door de invoering van de euro toen hebben we ons al in slaap laten sussen. In die periode dat de euro werd ingevoerd... hebben we geloof iets van dertig economen een oproep gedaan... in alle landelijke dagbladen van, doe dit niet. Bert de Vries met zijn boek, wat is het? Ontspoord kapitalisme, tweeënhalf jaar geleden. Had een fantastisch boek, heeft een fantastisch boek geschreven. Terwijl hij een van de mensen is geweest die... bij het ontstaan van de euro is betrokken geweest en nu spijt heeft. Hij zegt, het is gewoon, we hebben een grote, grote fout gemaakt. Dus die euro was op zich al een, een verkeerde munt. Maar dat is wel de munt die ik elke dag gebruik. Nou, en waar je in gelooft, maar waarom is dat fout? Waarom is die euro fout? Want ik bedoel, ja, dat is waar je werkt, heel de maand. Hè, en dan krijg je dat in euro's terug op je bankrekening. Die euro is natuurlijk een hele zwakke munt. Ik bedoel, we zien gewoon de waarde van de euro achteruit hollen. Dat heeft alles te maken met het feit dat die euro niet doet wat hij moet doen. De valuta doet niet wat hij moet doen. En dat weten we allemaal, hoe het is ontstaan, wat de gevolgen zijn. Wij gebruiken één euro voor twee economische zones in Europa. En dat levert frictie op. Die euro ging 10, 12 jaar geleden al bijna onderuit met de Griekenlandcrisis. Toen hebben we het net gered, toen had ik zelf nog de hoop van: nou, we gaan naar die euro gaan we resetten. We maken er twee munten van: een euro of een euro, een euro of een euro. Dat hebben we niet gedaan. We gaan ermee er door met die euro, omdat een soort ideologische munt is. En we zien natuurlijk na de kredietcrisis van 2008, zien we dat de centrale banken niet enkel in Europa, maar wereldwijd alleen maar geld te produceren zijn om het failliete geldsysteem overeind te houden. Feitelijk ja, moet, moet je terug naar 1971 in mijn optiek. In 1971 hebben de Amerikanen feitelijk de dollar losgekoppeld van goud, dat weten we. Toen is eigenlijk het geld wereldwijd is fiat geld geworden. Hè. In het Latijn betekent dat geloof ik even weg. Het geld heeft geen waarde meer gekregen. En, het is vooral geloof erin. Het is geloof, het is vertrouwen. En zolang er vertrouwen bestaat, prima. Maar voor 1971, ja, je kan zelfs duizenden jaren voor Christus teruggaan, is goud altijd, altijd het onderdeel standaard geweest, geweest, standaard geweest van, van het geldstelsel. Dat hebben we in 1971 losgelaten. Dat ging in september 2008 bijna fout met de kredietcrisis. Mensen realiseren zich niet dat de wereld aan een zijde draadje heeft gehangen. Want de jongens die bij Lehman Brothers dat pand verlieten na het financiëment, het eerste wat ze deden was naar het thuisgrond bellen en aangeven: rijd naar de supermarkt, laat de auto vol met voedsel. Uh, ...met drinken, tank de auto af en, uh, en pak mijn wapen uit de logeerkamer, wacht tot ik thuis kom. Zij waren overtuigd dat de dollar zou vallen. En met de dollar als wereldmunt, toen en nog steeds, had elke valuta gevallen. En dan zie je in een keer, uh, 25 maanden later, oktober 2010... ...zag je op een gegeven moment centrale banken wereldwijd, er zijn prachtige grafieken van... ...zijn centrale bank wereldwijd in een keer goud gekopen. Dus we zagen eigenlijk tussen 71... En in 2010 zagen we in de grafiek een heel klein beetje dat centrale banken goud kopen. En met een soort druk op de knop is zijn centrale banken wereldwijd enorme hoeveelheden goud gaan kopen. Dus dat zijn de ontwikkelingen in het systeem. Dus ons geldstelsel is eigenlijk al failliet vanaf 2008. En onze euro is bijna een extreem voorbeeld van misschien wel het meest fiat valuta. En ze zijn goud gaan kopen omdat ze die dreiging toch voelen of bewust van zijn en wat wij misschien gewoon niet bewust van zijn, burgers? Nooit heb ik iets gelezen dat centrale banken in 2011 goud zijn gekocht. Ik heb geen artikel gelezen dit jaar dat in het derde kwartaal van dit jaar de, de grootste goud op heeft plaatsgevonden Ooit. in 55 jaar. Ja. Waarom lees ik dat niet? Waarom krijg je een brief van Marabo en van mijn ING? Waarom krijg je geen persconferentie te horen? Waarom kopen centrale banken goud? Zelfs Zelfs de Nederlandse Bank heeft een groot artikel kunnen plaatsen in de Telegraaf van 30 november. Waarom het goud dat Nederland heeft opgeslagen, die 612 ton goud, waarom het zo belangrijk is. Waarom krijgen we nooit het echte verhaal te horen? Dat krijgen we niet. En het, geen het echte dossier. verhaal is toch even, het echte verhaal is? Het echte verhaal is heel simpel. Ons geldstelsel is failliet. En met kunst en vliegwerk houdt men het overeind. En men hoopt, men hoopt en bidt misschien, maar er wordt niet veel meer gebeden. Maar men hoopt vooral dat de bevolking de burgers niet doorkrijgen dat die euro niets meer waard is. Die is gewoon niet waard. Zolang we er vertrouwen in hebben, is dat prima. Maar het is een probleem wereldwijd, hè? Ja, want de dollar staat ook heel zwak. Want uh, absoluut, en de centrale banken wereldwijd hebben... Uh, in het derde kwartaal hebben centrale banken wereldwijd uh, uh, de rentes verhoogd. Acht, 38 centrale banken hebben in het derde kwartaal van dit jaar de rentes verhoogd. Nog dat is logisch. Nog nooit gebeurd, hè? Toch? Nog nooit, nooit gebeurd. nog nooit gebeurd. Dus dat betekent elke valuta die niet gedekt is door goud... daarom zijn de centrale banken goud aan het kopen... Ja, uh, elke valuta staat eigenlijk op omvallen. Dus er zal iets moeten gaan komen. Nou, dan kom je uiteindelijk bij het CBDC terecht en al die dingen meer. Dus het geldstelsel staat op imploderen. En men houdt, met kunst en vliegwerk houdt men het overeind. Dus het is toch volgens mij wel tijd om een soort wake-up call te doen. Ja, wat is de wake-up call? Wat, wat, wat moeten we dan als burger doen als jij, als jij dit zo stelt? Ja, wat we als burger moeten doen, is zoveel mogelijk uh, krachten verzamelen om de politiek. ...op een gegeven moment uh, uh, in beweging te brengen. Want wat we nu doen met z'n allen is gewoon verstoppertjes spelen. En de bevolking niet informeren. Of volpompen met halve waarheden. Of hele leugens. Dus dat zullen we moeten doen. En zolang je niet ziet dat... Uh, in, in, ...we leven nu in, in dit land, in Nederland... ...Den Haag of desnoods Brussel... ...iets doet in die sfeer of in die richting... ...ja, dan moet je gewoon voor jezelf zorgen. En dat is ook de basis van onze cursus... ...survival system, is niks anders zeggen... Uh, ...jongens, luister eens. Als het systeem dan ons eigenlijk richting een afgrond duwt... Dan moet je zelf maar gaan zorgen dat je iets gaat creëren. Dat is ook de reden waarom ik zelf gewoon privé en ook zakelijk. een jaar of tien geleden al heb gezegd: Ja, luister eens, als wij het vertikken om die euro los te laten. en terug te gaan naar wel een munt met waarde. ja, dan moet ik zelf maar uit die euro stappen. Dus ik ben het zelf maar gaan doen in mijn huppie. En hoe stap je dan uit de euro? Want ja, ik bedoel, je moet de bakker in euro's betalen. Nee, maar ik heb, ik, huur, heb, ik heb. Als ik mijn portemonnee zou pakken, dat doen we nu niet. Maar mijn portemonnee pak zit er gewoon basjes in. Ik heb ook gewoon contant geld. Ik betaal alles in, in euro's. Maar wat ik over heb. Je spaargeld. spaargeld. Ja goed, je moet soms ook spaargeld hebben voor je vakantie of voor andere auto. Maakt niet uit wat. Hè. Maar wat je over hebt, dat heb ik echt niet nodig. Ja, parkeer dat à centrale banken. Koop gewoon goud. Wij hadden eigenlijk als burgers vanaf 2011, net zoals al die centrale banken in de hele wereld... ook een stukje goud moeten aanleggen. Dat hadden we gewoon moeten doen. Klaar. Dus dat is mijn, mijn, mijn boodschap. Zorg dat een deel van je spaargeld in goud zit... En stap naar valuta die wel sterk en stabiel zijn. En dat is heel simpel: je moet sowieso uit de euro. Ja, maar als er 34 landen hebben geïnterveerd, welk land is dan nog stabiel? Welke munteenheid is nog stabiel? Nou, ik zou bijna zeggen: bijna alle munten eh, behalve de euro zijn sterker. Ik bedoel, zelfs de Zwitserse Frank is stabieler. De Noorse Kroon is veel stabieler. Hè? Ik bedoel, als we in Europa even ons op Europa concentreren, zijn er twee valuta die voor mij heel stabiel zijn. Noorwegen bult van het geld. Noorwegen heeft ook een hele verstandige besluit genomen toen zij olie en gas ontdekten om een paar jaar later een oliefonds te vormen. Ja. Waar nu 1200 miljard in zit. Ja. Wat heel strak gestuurd wordt. Maar Noor... iedereen in kan er een auto van kopen. Elke Noor is bijna miljonair. Dat ja. nee, is onvoorstelbaar. Ja. Dus het kan wel. Dus Er zijn landen ook sterk met hun eigen valuta. Wij spreken Noorwegen heeft niet eens goud nodig. Maar wij als Nederlanders, ja, wij zitten natuurlijk wel aan de verkeerde kant van de streep, want we zitten tot onze nek in de euro, we zijn de grootste netto betaler. en onze enige rijkdom die we hebben in dit land, bizar rijk zijn we, in theorie, dat is ons pensioenpot en onze spaarpot. Ja, maar ook daar ben je meer op. Let op je pensioen, pensioenroof. Dan denk je, ja, dat zit wel snor. Dat zit helemaal niet snor. Wat? Daar heb je heel je leven voor betaald. Ja, maar heb jij iets te vertellen over je eigen pensioengeld? Wie in Nederland heeft iets te vertellen over zijn pensioengeld? Niemand. Heeft iemand inzagen in het pensioengeld? Niemand. Waar staat het pensioengeld? Niet in Nederland. Daar staat bij de Black Rocks en de Vanguards. Daar staat het pensioengeld. Dat, dat geldt zolang het land uit. En waarom heb ik niet wekenlang koppen in de krant gelezen dat onze pensioenpot, die in januari nog bestond uit ruim 1800 miljard, gedaald is naar iets boven de 1400 miljard? Dat is mega. Ja, maar waarom, waarom lees ik geen je kop percentage in de krant? kaartje, is 20% erop? eraf? Draf. En de grote klap moet nog komen. Dus wat, wat Dat is. Waar is grote klap verwacht jij dan? Nou? De aandelenmarkt gaat nog onderuit. De obligatiemarkt heeft een enorme opdonder gehad. Er is de grootste crash in de obligatiemarkt in 200 jaar, hebben we dit jaar achter de rug. Door die, re door die snelle rentestijging. En de obligatiemarkt gaat er ook aan. Ja, en de pensioenen moeten verplicht in de obligatiemarkt. Hè? Dus dat, dat, bizar. Dat is dus bizar. ook bizar. Dus bizar. Dat is, dat, bizar, omdat dat veilig leek natuurlijk. Er ah, stond dus afgelopen weekend een artikel in het Financieel Dagblad over dat Noorse oliefonds. Vier drie of vier pagina's. Geweldig. Ik was, ik was trontjaloers op die Noren. Dat en degene die dat runt, jeetje, het kan dus wel. Dat is een visie. Het kan wel. Ja. Het kan wel. Er goed zijn dus goed, nog normale mensen op deze aarde. Goed voor aarde. je burger zijn. Goed voor je burger zijn. En hier zitten, zitten we hebben kleine 200 pensioenfondsen waar geen enkele bestuurder verstand van geldzaak heeft. Niet één. We hebben alles overgelaten naar grote geldmachines als de, als de Black Rocks. Er is niemand in dit land die verstand heeft van financiën. Sorry hoor, ook bij de Nederlandse bank niet. Want als je het beleid van de Nederlandse bank bekijkt, had je nooit zo dat mo mo moeten doen. Maar het nieuwe pensioenfonds wordt nog meer een soort... Casino-achtig iets met beleggers. En... Ja, dat, als we het pensioen hebben, dan, dan kunnen we wel tien uitzendingen gaan wijden. Maar één ding. De Tweede Kamer heeft dus beslist dat we naar een nieuw pensioenstelsel gaan. Nou, wat, waar ik, het, ik wil er niet te veel van zeggen, want ik krijg nu heel veel vragen over, ab, is het een goed of slecht. Nou, wat goed is, vind ik, is dat we die enorme collectieve pot dat we die gaan overhevelen. naar... ...individuele pensioenrekeningen. Dus je hebt straks een individuele rekening, dat is jouw rekening. Dat vind ik goed. Want nu heb je ergens maar iets uit die pot... ...en dan moet je maar weten, wat heb ik nu uit die pot. Dat vind ik goed. Ja, verder, verder, ja. Het, 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 het technisch alleen al het invaren van dat geld... ...vanuit die grote pensioenpot naar die individuele potjes... ...is een onmogelijke operatie. Maar goed, die pensioenpot is te groot voor dit land... Daar komt het veilig op neer. En daarnaast hebben we als land, dus we hebben al een probleem. Waar is het geld? Van wie is dat geld? Wie beheert dat geld? Want de Black Rocks hebben dit geld voor een groot deel in handen. Hebben wij daar vertrouwen in? En dan hebben we daarnaast nog een spaarpot in deel van 422 miljard. Dus we zijn een land met zoveel rijkdom. Alleen die rijkdom overstijgt ons. Die hebben we niet meer onder controle. Dat geld leidt een eigen leven. Dus die pot van, van ruim 1400 miljard pensioen... En ruim 400 miljard aan spaargeld. Ja, die pot vormt een machtsfac uh, machtsfactor op zich. En ook dat spaargeld. Waar staat dat spaargeld? We weten best met z'n allen dat van dat spaargeld. gewoon 5% aanwezig is. Die nou, andere 95% is ik, uitgeleend. Ik denk niet dat dat, dat dat nou kennis is. We zeiden net: de helft van Nederland komt net rond. maar de andere helft van Nederland heeft zeg maar spaargeld. Laten we het even zo neerzetten: uh, hoog over. Ik denk niet dat mensen als ze geld naar de bank brengen of hun salaris opgestort wordt... dat er maar 5% echt cash voor ze is van dat bedrag. De rest is, is er niet? Dat is uitgeleend? Dat is er gewoon niet? Dat, is, dat wordt belegd. Dat is, is speelgeld voor de bank. Dat is, ja, is uitgeleend. Dat zit, dat zit in het internationale geldsysteem. Dat zit gewoon. Maar mensen staan er helemaal niet bij stil. Mensen laten zich in slaap, zussen, door het depositogarantiestelsel. Ze zeggen, ja, ja 100.000 is gegarandeerd. Per rekening, per persoon. Dat is toch goed? Maar niemand stelt dan de volgende vraag. En waarom doen financiële journalisten dat niet? Dat hoef ik niet te doen. Ik zit niet in dat vak. Waarom stelt niemand de vraag? Maar hoe werkt dat dan, het depositograafstelsel? Waarom stelt niemand die vraag? Want het is heel simpel. Dat kan je ook zo uitzoeken. Want we leven wel in een tijd dat 96% van de informatie die je tot je wil nemen, is er. Het depositograafstelsel is heel simpel. Dat betekent gewoon dat op het moment dat een bank omvalt, andere banken daarop inspringen, garant voor staan. Dus dat betekent, hè, we hebben dat met DSB gezien. Wie moest eh, al die rekeninghouders van DSB, eh, sorry, de, eh, ja, DSB, de Bank van dix wie moesten al die rekeninghouders betalen? Dat waren alle banken in Nederland. Dus die zaten rond deze tafel met z'n allen. Moesten ze een potje maken. Moesten allemaal die rekeninghouders van DSB gecompenseerd worden. En elke bank betaalde, pro rata qua grootte, betaalde daar aan dat potje mee. Nou, daar hebben ze heel veel moeite mee gehad. Er was heel veel woede ook bij die banken. Maar ik, hebben ze dat gedaan. Maar nu valt een van de grootbanken om. Abidamro. ING, Rabo, Maakt niet uit, die valt om. In theorie. Je bedoelt, dit was een, nog een relatief kleine bank? Dat is een hele kleine, kleine bank. En daar had ze moeite mee. Maar nu valt een grote bank om. Laten we even voor het gemak stellen: maakt niet uit. Een van de banken valt bank om. X. Bank X. Bank X valt om, ja. En er staat 150 miljard aan spaargeld bij die bank. Nou, laten we het afronden: 100 miljard aan spaargeld. Dan moeten die andere banken, die zelf dat spaargeld helemaal niet in bezit hebben, moeten dan 100 miljard ophoesten. Maar Lies, onmogelijk. Onmogelijk. Gaat ook niet gebeuren. En dan? Wat gebeurt er dan? Moet dan de Nederlandse overheid garant staan? Moet die 100 miljard lenen op de kapitaalmarkt? Wat er dan gebeurt is dat, dat Nederland de Lehman Brothers is van het volgende, de volgende wereldcrash. We hebben te veel geld wat we niet meer in de handen hebben. En de bevolking denkt dat dat geld allemaal van hun is. De pensioengerechten denken dat is ons geld. Er ja, wordt ook altijd gezegd wij hebben een van de beste pensioen, pensioenen en pensioenfonds. Nee, we hebben een heel groot pensioenfonds waar heel veel geld in zit. Wat niet meer van ons is. Ja, waar we geen controle op hebben, geen zicht op hebben. Dat hebben we, ja. En dan? Dan? Dat heb ik eraan. Wat moeten we dan doen, nou? ik niet. Daar ben ik niet voor. <laughs> je bent alleen maar onze schrikant ja, Helemaal niet. Ik zorg alleen voor mezelf. En ik zorg alleen voor de mensen die bij uh, mij op het advies kwamen en zeggen... wat kan je het beste doen? Maar we moeten wel even wakker worden met z'n allen. En ik zou dit graag willen horen van mijn banken. Of van het ministerie van Financiën. Die ons eens gaat uitleggen, wat ik al vijftien, zestien jaar bij de omroep doe. Hoe zit het nou precies in elkaar? Maar ik, ben je daar somber over of heb je het gevoel van mensen worden wel steeds meer, gaan dat steeds meer inzien? Of? Ja, ja. Ik, ik, ik verdeel Nederland al. Ik, ben, ik ben, ben een liefhebber van de, de, de wet van Pareto, de 80-20 regel. Daar hou ik van, dat past ik overal toe in mijn leven. Ja, 80% van Nederland slaapt, 20% is wakker en eigenlijk moet je die 20% nog onderverdelen in 16% die sluimt en 4% is wakker. Wat was je vraag? Sorry. Nou, of, jij nog, of, jij, uh, of er nog hoop is, zeg maar, dat er een grotere groep wakker wordt. Nou, ja, ja dat is goed, Zodat ja, we, da, zeg da, maar, da. dat we dit gaan zien. Want ja. dit, dit is, dit is, ja, voor, voor toch heel veel mensen een heel ver weg. Als je denkt: ik heb fijn mijn spaargeld, dus ik kan lekker slapen. Ik heb mijn pensioen goed geregeld. Ik heb mijn eigen huis. Uh, ja, nou ja, ik. ik, ik nou, wat ik zeg, kan, kan. Hier, Prinsjesdag, koopkracht van de gemiddelde Nederlander, het moet 4% worden. Nou, het gaat alleen maar weer. Alles, alles theorie. Het is allemaal theorie. Het is allemaal theorie. De praktijk ziet er heel anders uit. De praktijk ziet er heel anders uit. Überhaupt is ons geld dan niet van ons. Dus we, hebben een, we hebben een vordering op de bank, dat is sowieso het verhaal. Dat vatten mensen ook niet. Mensen hebben tot nu toe altijd gedacht dat alles wel voor ze geregeld wordt: door de financiële sector, door de politiek enzovoort. Maar je had het echte verhaal moeten vertellen wat in 2008 is gebeurd. Wat ging er toen fout? En waarom ging dat fout in 2008? En waarom kopen die centrale banken met z'n allen goud? Massaal. En waarom hebben in het derde kwartaal 38 de centrale banken hun rentsvat? Vertel het verhaal tegen de mensen. Speel open kaart. Als ik vergelijk bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Hè? Ik bedoel, wij, hebben, wij hebben nu in Nederland hebben heel voorzichtig geroepen. Euh, heeft de overheid gezegd via Nationale Coördinator Terrorismebestrijding. Je moet een noodpakketje aanleggen. Een noodpakketje aanleggen. Dat gaat dan via de NOS. Een NPO, een noodpakketje. Duitsland is veel reëler. Die zegt heel simpel, wij, wij verwachten dit jaar stroomuitval. Of anders volgend jaar stroomuitval. Een vorm van blackout. Duitsland heeft overal in het land, hebben ze voedseldistributiepunten aangelegd. De Duitse bank, de, Do de Deutsche Bank, hè, de, de centrale bank van Duitsland... ...heeft overal distributiepunten aangelegd waar contant geld ligt. Dat als er stroom uitvalt, kan je daarheen. Maakt niet uit hoe, maar daar wordt wel in Duitsland gecommuniceerd... ...dat we in een bizarre tijd leven... Economisch. En dat er wel iets flink mis kan ja, gaan. Ja, dat het heel fout kan gaan. Dat weten we nu vanuit, hè, vanuit die noodwet die een aantal Tweede Kamerleden hebben mogen inzien. Ja. Maar waarom wordt het ons niet verteld? Waarom worden we volk? Maar zoiets als wat, uh, wat er gebeurt met in Oekraïne. En nu het gevolg uh, voor de energieprijzen. Uh, in de, de hoge inflatie. Dus mensen worden nu wel echt ook geraakt in hun portemonnee. Heb jij het gevoel van er is toch een soort kentering daarin? Ja, dat is een kentering. Ja, ik ben verbaasd, sinds, sinds juli ben ik verbaasd over. over uh, nou, laat ik het zo stellen, ik, ja, ik ben prettig verrast, laat ik me zo stellen, doordat een veel grotere groep wakker is dan ik dacht. Ja, ik, tot, tot aan jullie dacht ik van ja, misschien, misschien 1 of 2 procent heel, maar die groep is veel groter. Als ik zie wie er allemaal mijn, mijn, mijn bureau heeft gezeten op kantoor, dus er zitten echt grote jongens bij. Maar het gaat mij niet om die grote jongens. Hè. Dat voorbeeld van die 40.000, van dat, van dat echtpaar, is voor mij net zo waardevol als die ondernemers van 40 miljoen. Daar maakt me niet uit. Maar je ziet wel in die groep grote ondernemers zitten, die met enorme netwerken zitten, die zich dezelfde zorgen maken. Dus ja, er is wel een kentering aan de gang. En dat gaat hard. Hè? Met name die groep sluimeraars, die 16 procent, die wordt nu weer heel snel wakker. Dus het schuift nu wel op. Dat heeft alles te maken natuurlijk met het feit dat mensen in de portemonnee geraakt worden. Kijk, tot nu toe was, zeg maar tot aan de zomer, was het een theoretisch verhaal over inflatie. Want vorig jaar liep de inflatie al op. Vorig jaar liep de voor, energieprijs al op. Voor de oorlog, op. ja. Voor de oorlog, ja. Maar we krijgen weer een verhaal vanuit de media. Hè. Dat is een beetje ja, dat is schokkend. Ja. De Oek Oekraïne-conflict of de, de, de inval van Rusland in de Oekraïne... is de oorzaak van de inflatie. Die inflatie was er al heel lang. Door het feit dat wij geld creëren en produceren uit het niets... is al een, is al een reden om inflatie te krijgen. Het is een wonder dat ze zo lang die inflatie onder controle hebben kunnen houden. Dat is een wonder. Dat vind ik bizar. Knap. Hoe het er gedaan is. Maar vorig jaar was die geest al uit de fles. En na 23 februari, na de, na de eerste sancties die we hebben aangekondigd tegen Rusland, ja, dan, dan krijgt die inflatie helemaal de vrije, de vrije vleugels. En dat is, nu, dat is nu definitief. Die inflatie krijgen we ook niet meer terug. Dat zie je, dat zie je ook in Argentinië. Dat ging vorige donderdag, de inflatie passeerde de 100% grens. Alsjeblieft, dankjewel. Nee, maar dat was wat ik net zei. Dus de, de, de Prinsesdag koopkracht van de gemiddelde Nederlander moet 4% omhoog. En dan jouw reactie. Ik houd rekening met de situatie zoals we in de jaren 2030 van de vorige eeuw hebben gezien. Met de hyperinflatie en hoge werkloosheid. Wacht op een beurscorrectie zoals uit de tijd van de grote depressie. Ja, de, 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 ik vergelijk deze tijd met die periode. Dat is best heftig. Ik denk dat die nog, dat die nog heftiger is. Dat die nog heftiger wordt. Maar vanuit jouw militaire expertise heb jij ook echt van bereid je dus ook echt daarop voor? Of is dat vanuit jouw financiële expertise of ja, de combinatie? het is een combinatie. Ik bedoel, je moet, je moet, je, als je, als je op, iets op je af ziet komen, en dat heb je goed geanalyseerd, en dan heb je een nachtje over geslapen, nog een nachtje over geslapen... En iedere dag krijg je nieuwe signalen die dit bevestigen. Dus je hoopt elke morgen van ik word wakker, je zit het ontbijt en denkt. hé, hey, positief, gaat iets goeds. Ik ben veel te somber geweest. Nee, ik krijg alleen maar een optelsom van feiten. Dan weet je gewoon dat we die kant op gaan. Voor mij is het ook niet de vraag uh, uh, of, maar wanneer. En in welke mate en hoe, hef, en hoe heftig. Het is dus niet meer te stoppen, dit proces. Ik weet dat we aan het nadenken zijn, hoe kunnen we dit proces stoppen. Ik ben bang dat we dat punt al bijna voorbij zijn. Misschien al voorbij zijn. Nou, dat is dan die CBDC's, hè. Dus die uh, digitale uh, munt. Dat is, daar, daar is men mee bezig, ja. Daar is men mee bezig. Ja. Wereldwijd, hè? Ja. Wereldwijd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, wat... De uitkomst of uh, pessimistisch? Nee, kijk. Ik heb contact met iemand die bij een bank werkt. En die. Uh, die zit in een team bij die bank die. Uh, de CBDC aan het uitwerken is. Hè? Want ook die banken, commerciële banken zijn er ook mee bezig. Het is een samenwerking tussen de commerciële banken en de. en de, en de centrale bank. En hij zegt heel simpel. ja er zal zo'n vorm moeten gaan komen, want ons geldstelsel is verrot. Dat was zijn letterlijke opmerking: is verrot. Oké, okay, dat begrijp ik. Het geldstelsel is verrot. Ik denk dat iedereen die een beetje verstand van geldzakken heeft, dat wel beseft. Dus er moet wel iets nieuws komen. Nou, zo'n CBDC zou dat kunnen zijn. En uh, ja, dan is alleen de vraag: oké, okay, uh, wat betekent dat nu voor ons? Hè? Nieuw geldstelsel, daar kan ik me best iets bij voorstellen. Maar betekent dat ook dat ik dan helemaal gestuurd word in mijn leven? Mag ik dan geen houtkachel meer stoken? Mag ik dan niet meer op reis naar Hongarije? Uh, Want maar... dat is een beetje de vraag, hè? Of ze dus uh, aan zo'n digitale munt ook normen en waarden kunnen gaan hangen? Dat, dat is natuurlijk de grote nou Ja, dat, 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 dat is het grote gevaar. En ja, dan ben je afhankelijk van een overheid. Ja. En als je overheid, nou ja, als de overheid deze de lijn, de, de Nederlandse overheid, zo kijk ik ernaar, als dit kabinet die lijn gaat uitvoeren, ja, dan ben ik gewoon de klos. Ja, want dan heb je uh, iedere dag vlees gegeten en dan mag je niet meer vliegen. Klopt, precies. Nee, dan ben je gewoon gestraft. Want dan ja. is het CO2-tax, ja. doen we dan in die digitale ja, munt. Ja, je krijgt bonuspunten, je krijgt strafpunten enzovoort. Ja. Ja, die maar het is op. ook dat dan uh, cash geld eruit gaat. Want dat is uiteindelijk natuurlijk de bedoeling om het financieel systeem je, je, te redden. Je, je kan de CBDC, je kan die, die centrale munt, kan je alleen maar invoeren uh, uh, als uiteindelijke oplossing. Hè. Want feitelijk gaat natuurlijk, die CBDC wordt uh, parallel in geïntroduceerd naast het normale geldstelsel. In de hoop dat we dus over een jaar of zeven, acht dat gewone geld zelfs kunnen afschaffen. En dan is de overheid die die munt uitgeeft. Een programmeerbaar geld. Ik bedoel, dat is helder. Maar dan moet je tegelijkertijd dat contant geld afschaffen. Ja, daar, dat, dat zie ik helemaal niet zitten. Want als ik, als ik met Duitsers praat. Uh, en dat zien we trouwens ook in de cijfers terug. 6% van de Duitsers betaalt nog steeds contant. Ja, België ook volgens mij. Zo. België ook. Ja. Zuid-Europa, Oost-Europa. Ja. Bijna alleen maar. Richting ja, omdat 90%. dat is ook gewoon je betaalmiddel. Alleen wij Nederlanders zijn zo digi, uh, ja, digi op, 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 de, op de vinden na, op de vinden na zijn, wij, zijn wij als Nederlanders gebruiken het minste contant geld. Ik geloof dan geen 20% achter, of 21% of zo. Dus Nederland gaat er ook automatisch in mee. Ons volk vindt het, het is makkelijk. Je betaalt ja, gewoon zo. Het. Dat is toch niks waard. Dus ja. dat doe je toch gewoon zo. Ja, wat maakt het uit? Nee, maar het is natuurlijk bizar. En je krijgt dat contant geld niet uit. Als jij contant geld uit wil bannen, uh, in Europa, ik heb het niet in Nederland, hè, want Nederlanders gaan gewoon gedwee mee. Tot je te diep in zijn portemonnee gaat, wordt in Nederlander boos. Maar tot die tijd gaat hij gewoon mee. Maar dat gaat je niet lukken in Duitsland. Dat gaat je ook niet lukken in Frankrijk en in België. Dat gaat je ook niet lukken in, in, in Spanje en in Portugal. Kijk, reden, Dat gaan ze niet doen. Hun manier van denken, zij werken en ze denken parallel, die landen. Die mensen betalen veel met contant. Die hebben ook allemaal een bankpasje, er is niks mis mee. Maar contant geld is een wezenlijk onderdeel. En als dat bij de grootste economie in Duitsland het geval is, Duitsland.. Dan krijg je dat voorlopig niet eruit. Dus dat, dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Wat, 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 wat zie jij wel gebeuren dan? Want je zegt je kan erop wachten. Dus waar, wat, wat, gaat, wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, een systeemcrisis. T... Nou, ik denk dat. Die, die systeemcrisis kunnen ze nog lang voor zich uitschuiven. Dat gaat nog wel. dat, dat, dat denk ik. Wat ik. Wat ik zie gebeuren, is, is, is nog veel extremer. Wat ik zie gebeuren is dat, dat, dat mensen gewoon hun eten niet meer kunnen betalen. Hun brood niet meer kunnen kopen. Dat zie ik gebeuren. Maar inflatie of deflatie? Of nee, dat maakt niet helemaal niet uit. Ik bedoel, mensen raken hun bank kwijt. Wat we ons niet realiseren, is, met name in Europa heb ik het nu even over. Wat we ons niet realiseren is dat de sancties die wij de Russen hebben opgelegd. Eigenlijk, uh, we hebben ons dood van ons op 23 februari. Dus wij denken in Europa. Gestuurd voor een groot deel door Amerika, dat wij Rusland op de knieën kunnen brengen. Volgens mij is dat nog nooit gelukt. Dat is Napoleon niet gelukt, dat is Hitler niet gelukt. Dat gaat gewoon niet. En ik vind het überhaupt al getuigen van hoogmoed, door als, als Europa te denken dat wij Rusland op de knieën kunnen brengen. Terwijl we afhankelijk in Europa zijn van alles. Ik bedoel, Europa kan niets zonder hulp. We hebben nauwelijks grondstoffen. We hebben, elke chip komt uit het buitenland, uh, medicijnen, ja, uh, gas. uit China en het andere komt Gaas, uit Rusland. Gas, olie, maar allemaal. En dan gaan wij die Russen proberen op de knieën te dwingen. Die Russen winnen de oorlog militair niet, dat is mijn ja. Maar ze winnen de strijd. Hun strijd winnen zij. Want je ziet dat die Russen opschuiven, al, al, al vanaf begin dit jaar opschuiven, richting de BRICS-landen. China, India, zelfs met Iran hebben ze afspraken gemaakt. Saudi-Arabië, allemaal landen die wij niet democratisch vinden. En dat is ook zo. Maar zij schuiven op. De roebel wordt steeds sterker. De Russen doen gewoon goed zaken. Dus ik, ik wil het niet hebben over, over de ernst van het conflict. Dat is mij helder. Die wordt ook veel te eenzijdig belicht. En ik ben in de Oekraïne geweest drie jaar geleden. Dus ga niet mij dingen zeggen van dat ik niks van de Oekraïne weet. Uh, maar dat is een veel te eenzijdig conflict. Maar terug. Het opleggen van de sancties aan Rusland betekent gewoon economisch einde oefening. De Duitse industrie valt stil. Valt gewoon stil. Ondernemers kunnen de prijzen niet meer betalen. Ik bedoel. Bij het UWV in november hebben 600 ondernemers ontslagrondes aangevraagd. 600 ondernemers. De Vissers heeft een rapport uitgegeven twee maanden geleden. Dat 55.000 55 ondernemers in Nederland kunnen hun corona, hun corona steun met een waarde van minimaal 8 miljard niet terugbetalen. Ik spreek ondernemers ja, die zeggen ah, wij stoppen gewoon met ons bedrijf. Want er personeel komt straks langs voor, voor salaristijging. Logisch, het is geen salaristijging. Het is compensatie van verlies. Wat, wat die werknemers vragen. En jij bent zelf ook ondernemer. Ja, volgend jaar meer dan 10% loonsverhoging. Dat, dat bedoel ik, ja. En dat is, ja, is het loonsverhoging? Nee, het is compensatie. Hè. Loonsverhoging ja, vind op de ik inflatie. eigenlijk. Geen inflatie. Maar goed. Dus die mensen willen alleen maar hun waarde, hun, ja. hun geld, waarde van hun geld behouden. Dus op zich niks mis mee. Um, maar voor een ondernemer betekent het wel 10% stijging. Wow, dat heeft wat te maken. En dan heb je met inkoop te maken. En je weet dat veel. Producenten en, en, en producenten van halffabrikaten nog niet eens alle prijzen hebben doorgerekend. Die moeten ze nog gaan doorrekenen. De energie blijft gewoon hoog, de notas blijven gewoon hoog. Dus veel ondernemers stoppen gewoon. Die zeggen: ik heb nog voor drie jaar vet op de botten, ik stop er gewoon mee. Kappen ermee. Ja. Nou, dus dat betekent heel simpel: als steeds meer ondernemers gaan stoppen, ja, dan gaan ook steeds meer mensen op straat komen. Dus we gaan, wat we nu gaan zien, is dat we een enorme werkloosheid gaan krijgen. Die is niet van de ene, de ene dag op de andere dag. Maar Dat gaat komen. Veel mensen die werkeloos raken, bedrijven die stoppen, die combinatie krijgen. De inflatie blijft structureel hoog. We blijven een structureel negatieve rente houden, ja, dat betekent gewoon een economische recessie die op ons afkomt. En niet enkel in Nederland. En niet enkel in Europa. Misschien nog wel als meest heftige, maar ook in de rest van de wereld. Maar je, uh, je had het over uh, goud. Hè? Maar uh, Poetin zei als eerste van uh, ja, jullie mogen best van mij gas, maar moet je roebels betalen. En nu heeft hij volgens mij twee weken geleden gezegd: Nee, jullie mogen best wel uh, gas, maar dan moet je in goud. Ja. Dat lijkt mij wel een soort, als je gewoon zonder waarden en normen, maar is dit wel een strategisch gezien natuurlijk, natuurlijk. een megazet? Een megazet. Ik, geloof dat, ik las vanmorgen dat een, een land in Afrika, Ghana geloof ik, nu de olie afgerekend wil hebben in, in goud. Klein landje, want het zijn, het zijn kleine steden. Ja, maar dat is precies wel wat jij wat je zegt, is nu eigenlijk de strijd om goud. Absoluut. Zonder goud ben je gewoon de klos. Ook als particulier en ook als bedrijf. Je moet doen wat centrale banken doen. Kijk wat centrale banken doen. Dat, dat moet je veilig doen. Maar even terug naar, naar, naar mijn sombere scenario. Ik zie iets als sombere scenario. We krijgen te maken met enorme werkeloosheid. We zien dat heel veel huishoudens er niet meer kunnen rondkomen. Ik hoor van mensen die bij supermarkten werken, die tegen mij zeggen: Ab, de winkeldiefstallen nemen per dag toe. En dat is niet de notare winkeldief. Dat zijn mensen gewoon de middenklasse die nog steeds een baan heeft, ja, die gewoon langs de zelfscan gaan. 20 euro afrekenen en 80 euro spullen meenemen, omdat ze gewoon rond moeten komen. Het is niet enkel de lage klasse die nu getroffen wordt, maar ook de middenklasse. En dan heeft iedereen nu nog steeds een baan. wordt overal lees nog personeel gezocht, collega's gezocht. Dat is straks voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat die bordjes collega's gezocht. Dat worden collectors-items. We krijgen massale werkeloosheid. En, da ja, maar... en, en dan krijg je een situatie. Dat denk ik echt. Dan krijgen we een situatie dat we voedselrellen krijgen. Op wat voor manier? Mensen kunnen eten niet meer kopen. Mensen komen in opstand. Feitelijk, de, 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 de start van de Franse Revolutie was. was, was feitelijk was de, de, de Parijse. Uh, of de, ja, de Parijse visvrouwen konden, konden het brood niet meer betalen. Ja? Zij kwamen in opstand. Zij kwamen opstand. En toen ontstond de Franse Revolutie. Zij kwamen in opstand. Honger voor een gezin? Ja, voor een gezin. Het zijn de mensen die. Dat zeggen die 80% onwetenden, moet ik het maar even. Dat, niet, dat wil ik niet negeren. Uh, dat bedoel ik niet denigrerend. Maar de massa die op een ochtend wakker wordt en geen baan meer heeft... en waar de, waar, de, waar de CV het niet meer van doet... Die, een deel daarvan komt in opstand. En ik denk dat we die kant op gaan. Als wij niet een switch maken, dat, dat er niet politiek wordt ingegrepen... en daar zie ik op dit moment zie ik geen enkel signaal van... Ja, maar men beukt alleen maar verder in een steeds hoger tempo. Dan komt, ja, en, dan... ook een, de, de, de gasprijzen, 21% b beter B2 gaat gewoon door. Terwijl, nee, het is bizar. gewoon een gemiddeld gezin nee, met vier nee. kinderen... die hebben nu al een gasrekening van duizend nee, euro nee, of zo, maar weet ik, je. Ik, ik, ik hoor die verhalen zelf. Het was natuurlijk met de Franse revolutie hetzelfde verhaal. Hè? De elite zat, zat in... in, in, in de, de, die vertoefden in hun kastelen en de koning zat in het paleis van Versailles. Dat trok ook al die vrouwen heen, trouwens, die in opstand kwamen naar Versailles. Men heeft geen benul. Of misschien heeft wel een benul, maar we verstopt het weg. Dat kan ook nog. Maar dat er een clash komt tussen, tussen de massa en de elite, dat is mij wel duidelijk. Dat is helder. En dat, is wel, dat vind ik wel een zorg. Hoe gaat dat eruit zien? En dat is ook een beetje onderdeel van Survival System. Kijk, je moet het systeem gaan overleven. En hoe ga je nu overleven? Ik bedoel, je moet financieel overleven. Het noodpakketje hè, van, van de overheid voor een paar dagen voedsel, ja, dat is wel heel mager. Ja, denk... en is het niet het, het Niebit? Of die, die ook zegt zo, dat je drie maanden voor drie maanden ja. geld hebt liggen, toch? Ja, maar nou, ook afgelopen tijd weer reclamespot voor. Ja, nee, maar nee, dat, het is anders. Ik ben erin gedoken toen ik die, toen ik die, die online cursus voor, aan het voorbereiden ja. was. Want ik, ik roep al vanaf 2013 bij de OM Flevoland: roep ik al eens, mensen, zorg dat je voldoende contant geld hebt. Altijd. En ik heb het advies toen van de Dibut uit 2013 opgevolgd. Zorg dat je drie maanden leefgeld hebt. Dus geld wat je nodig hebt om je boodschappen te doen, of te tanken, of een keer een andere jas te kopen. Weet ik wat allemaal niet. Dus niet het automatisch wat er afgeschreven wordt, maar zorg voor wat contant geld in huis. Drie maanden leefgeld. Dat was ik aan het voorbereiden in mijn cursus, want ik vertel dat nog steeds. Ook tegen, tegen, tegen mensen die ik ontmoet, die ik spreek. Dus ik ging, ik ging op de site van de Nibud kijken. Nergens te vinden. Nergens te vinden. Ik zoek, zoek, zoek. Kom ik uiteindelijk het artikel tegen. Uit 2013. Maar ik kwam ook een artikel tegen dat banken daartegen geageerd hebben. Dus de banken zijn Ach. des geworden op het nieuws. Ja, over hun advies. de Zij... bank dat er te veel liquide middelen weg weg. Absoluut. Want weg. wij hadden in 2000. Als, als, stel dat in. Ik, wat, wat mijn redenatie is heel simpel. Ik denk dat de banken het hierom gedaan hebben. Dat als wij. stel nu dat iedereen op dat moment had gezegd. Dat het advies had opgevolgd. We hadden allemaal voor drie maanden cashgeld opgehaald. Contant geld opgehaald. Geld opgehaald. Een beetje in je portemonnee en een beetje voor thuis. Hè, voor noodgevallen. Een, 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 een systeem wat uitvalt. Een bank die gehackt wordt. Noem maar op. Dan had Nederland, spaard Nederland, ontdekt dat het geld er helemaal niet was. En dan? Dan had de pleuris uitgebroken. Dus ik begrijp dat die banksector boos is geworden. Maar het Niepet had wel een zuiver advies. Goed advies. In deze dagen nog veel actueler als toen. Wat, wat, uh, wat moeten we doen met dit verhaal? Is het, is het, is het ook gewoon. Denk na op, op wat je stemt, of denk vooral voor jezelf? Of hoe moet je je voorbereiden op als je denkt ja, in de jaren 2030, Ik bedoel, dit, dit is zo groot. Dit is zo groot. Dit overstijgt alles. Dit, dit is bijna niet te volgen, dit verhaal. Uh, dat begrijp ik. Maar zorg gewoon dat Ik zou bijvoorbeeld. Best... het advies wat niet op. Begin daarmee. Goed advies van 2013. Ja, want jij wil niet echt heel graag op die manier adviezen geven. Hè? Dus je, het is meer, doe net als de banken. Doe, doe als centrale, centrale banken. banken die als, wat als, je wat, als je wat geld over hebt, koop wat goud. Dat zal steeds lastiger worden. De leeftijd van goud leeft, neemt dan enorm toe. Zorg dat je wat cash geld opneemt. Gewoon euro's opneemt. Je zou zelfs nog kunnen zeggen, als je wat cash geld opneemt... misschien moet je het wat wisselen in wat andere valuta... die wel stabiel zijn. Dat is best wel duur, zo'n wisselkoers. Dat is best duur, dat ben ik met je eens. Maar goed, het geld leg je toch even als noodpakketje ja. staan. Zorg dat je voldoende voedsel in huis hebt. Ik bedoel, een beetje het noodpakketje, maar dan zou ik zeggen, maak er een plus van. Beetje... Noodpakket Plus. Noodpakket Plus. Ja, bedoel, op onze website staat een keurig noodpakket. Kan je zo, kan je zo bekijken. Ja, maar door... dat is, Ik heb het allemaal gedaan. Ja, okay. Maar het is best intens. Intens is intens. Ja. Want dan zit je bijna op een soort oorlogssituatie. Ja, voor maar te zo moet je redeneren. Ik bedoel, als je echt zou doorgronden wat er aan de hand is. Is dit bijna een noodzakelijk gebeuren? En dat weet ik. Dat klinkt bizar, maar ik ga uit van het slechtste scenario. En dan hoop ik dat ik straks na een X periode ontdek wat moet ik in vredesnaam met al die bruine bonen doen? <laughs> ja. En heb ik twee petroleumkachels staan? Wat moet ik daar in vredesnaam? Ik hoop dat echt ik dat mee mag maken. Maar ja, okay, ik vrees wat het is. Dus ook petroleum. Dus, dus, dus ook je eigen voorziening met zelf zelfvoorzienend zijn. Ja. Je maar moet... ook met hoe je kookt en hoe je je huis verwarmt. Eigenlijk wel. Of? Eigenlijk wel. Ja. Water? Ja, water. water. Een, een mens kan drie dagen zonder water. Dus misschien de basis? De basis, gewoon de basisvoorzieningen. Ik kom te veel mensen tegen, ook binnen eigen vrienden en kennissenkring, zelfs binnen eigen familie. Ja, waar ik binnenkom en zeggen, Oh, uh, uh, is op kerstavond, uh, ik heb het een paar jaar geleden meegemaakt, oh, we hebben nog niet alles in huis, even, even bestellen nog. Jongens, dit is een manier van denken, dat is bizar dat je afhankelijk bent van een of ander bedrijf... dat nog wat eten kon brengen. Ja, we zijn nul heeft, voorbereid. Het heeft prima gewerkt. Ik denk, als het gewoon komt... dan ja, maar het is een, met kerst Marlies, uh, Maar het is een heel eten. fragiel systeem. Het hoeft met dit te gebeuren. De supermarkt hebben we voor drie dagen eten voorraad. Ik bedoel, we hebben het met de corona gezien. Het toiletpapier was gewoon binnen twee uur weg. Klaar. We leven zo afhankelijkheid van, van fragiele systemen. Van elektronica. de Duitsers zijn veel nuchter. Die zeggen, wij verwachten een blackout. Niet voor weken of voor maanden. Maar desnoods een blackout van de dag. Dat, dat de maatschappij verandert in chaos. Er komt geen water meer uit de kraan. Maar en Parijs in. hadden toch, vier uur, of de afgelopen... Amsterdam, drie of vier jaar geleden, negen uur zonder stroom. Eén grote chaos was in Amsterdam. Dus zeg niet dat het niet kan. Maar we zijn helemaal niet voorbereid. En ik snap wel dat je dat, je dat allemaal niet wil weten. Maar ik denk, je moet gewoon wel alles, alle feiten op een rij zetten... en je toch wel wat voorbereiden. En dat is één, dus dat vind ik één. Want je kan niet te afhankelijk zijn van de overheid... Dus Ik heb weinig vertrouwen in de overheid, daar ben ik gewoon eerlijk in. Dus ik zorg gewoon voor mezelf. Ja, ik probeer ook nog wel mee te denken van wat, wat kunnen we in dit land anders doen. Dus probeer denk ik ook je politieke stem te laten horen op 15 maart. Want dit kabinet, dat vind ik wel het kenmerk van dit kabinet... dit kabinet wil alle soevereiniteit overdragen aan derden. In dit geval naar, naar Brussel. Ja, dat is feitelijk het verhaal. Wij moeten mee met Agenda 2030. En ik geloof niet in Agenda 2030. En ik geloof überhaupt niet in de bestuurders die hierachter zitten... Ik heb er geen geloof in. Dus dat betekent gewoon dat je een andere koers moet gaan. En het is niet enkel financieel. De hele samenleving staat op zijn kop. Er is een dossier wat werkt, wat goed loopt. We hebben banen gecreëerd die totaal geen functie hebben, geen nut hebben. De huizenmarkt ligt helemaal onderuit. Stikstof, nee, het, het is overal chaos in ons land. Nederland is bij far het land wat de grootste chaos heerst in Europa. Dat verwachten we niet. We hebben zo'n fantastisch land, goed georganiseerd allemaal. Maar als je even wat dieper in dit land uit en kijkt hoe het ervoor staat, is het bizar slecht. En onze rijkdom zit zogenaamd in die spaarpot en die pensioenpot. Dat is onze enige rijkdom. Maar daarnaast bezit Nederland maar iets meer dan 50% eigen huizen. Daarnaast hebben we een bizarre hoeveelheid hypotheekschuld. Het onderzoek van Elsevier van een paar jaar geleden. De Zuid-Europese burger is rijker dan de Nederlander, en de Duitser. Hè? hoezo is dat? Ik lees altijd dat Zuid-Europa arm is. Nee, de overheden hebben veel schulden. Maar de mensen zelf, als je die op de kop houdt, rolden heel veel euro's uit. Eén. Twee, het grootste deel heeft oudbaan eigen woning. En ze hebben nauwelijks hypotheek. De Zuid-Europese is rijker dan de Nederlander, en de Duitser. Nederland ontleent zijn rijkdom aan twee theoretische potten met geld. Bizarre grote potten met geld. Succes. Nou, Alp, ontzettend bedankt dat je ons zo uh, wakker maakt, <laughs> zo rond te ja, kijken. sorry kerst. <laughs> Goeie, nee. Mooie kerstgedachte. Ja, mooie kerstgedachte ja. om te reflecteren. <laughs> bedankt. Graag gedaan, <laughs> Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.